Een groepje wetenschappers werkt al jaren aan een uitvinding die de wereld kan gaan veranderen. Wetenschappers, kom snel! Kijk wat we na jaren onderzoek hebben gemaakt. Maar het is toch gewoon een tak? Het is misschien wel het machtigste gereedschap op aarde. We moeten heel goed nadenken aan wie we dit gereedschap moeten toevertrouwen. Want als het in de verkeerde handen valt, dan kan het zomaar het einde van de wereld zijn. Niet veel later werd de tovertak gepresenteerd aan een groep belangrijke mensen. Dus dit is geen gewoon takje. Het is een apparaat dat er aan de buitenkant heel normaal uitziet. Maar van binnen zitten er microchips in. Het is gemaakt van siliconanofiber. De siliconanofibers staan in contact met microcamerachips. Die alles heel snel kunnen scannen en kopiëren. Maar wat kan je er nou eigenlijk mee? Met deze tovertak kunnen tekeningen echt worden. Wow. Wat? Kijk maar hoor, het is een echte appel. Zullen we er nog één doen? Nog iets, nog iets, nog iets. Oké, nog iets. Zullen we dan een hond tekenen? Ja! Kijk, ik heb hier een tekening van een denkbeeldig hond. Ik noem hem Vesper. Oh, wat een mooi hondje. Hij heeft wel een beetje een raar blafje. Hoeveel van die takjes kunnen jullie eigenlijk maken? Het maken van deze speciale tovertak heeft zoveel energie nodig en speciale materialen dat we er maar eentje kunnen maken. Aan wie gaan jullie deze speciale tovertak nou geven? Nou, dat is dus de belangrijke vraag. Ja, want misbruik ligt op de loer. Wie of wie is zo wijs om deze tovertak te beheersen? Ja, want mensen kunnen hebberig worden. We moeten dus heel goed nadenken aan wie we de tovertak gaan geven. Dit was onze presentatie. Na lang nadenken besloten de wetenschappers naar de koning te gaan. Misschien wist hij een geschikt iemand voor deze bijzondere tovertak. Wetenschappers, mag ik jullie voorstellen aan de koning? Welkom wetenschappers, wat willen jullie aan mij laten zien? We zijn hier om aan u deze tovertak te presenteren. Oh, wauw, een tovertak. Maar wat kan je ermee? Dat zullen we eens laten zien. Kijk, ziet u deze tekening van een huiswerkmachine? Oh, dat is handig als je veel huiswerk hebt. Ik leg hem hier op de grond. Nou, laat maar zien dan. Wow. Een echte huiswerkmachine. Wat geweldig. Wauw, een tovertak. Niet te geloven. Daar kan je alle honger in de wereld mee oplossen. Maar als iedereen genoeg eten heeft, gaan ze niks meer in de winkel kopen. Dan worden de boeren arm en blokkeren ze nog meer snelwegen. Nee, ik heb een beter idee. Bodyguard, mag ik pen en papier? Een heel belangrijk moment. Wat zal de wijze koning gaan tekenen? Vol spanning wachten de wetenschappers op de tekening. Werkt het ook? Van alles wat de koning kon tekenen, had hij een wapen getekend. Oh, een pistool? Wat vreselijk. Mij is die stok. Dat was niet de bedoeling. Gelukkig een echt pistool. Ik heb nog een idee. Bodyguards, pen en papier. Wat zal hij nu gaan tekenen? Weet ik ook niet. Hij heeft een bom getekend. Dit is geweldig. Hier kan ik de hele wereld mee veroveren. Roep het leger erbij. Generaals, jullie moeten komen. De mooie tovertak zou totaal verkeerd gebruikt gaan worden. En de wetenschappers wouden niet dat dat ging gebeuren. En bedachten daarom snel een plan. Deze lijkt er misschien wel op. Sterker nog, hij is bijna precies hetzelfde. Perfect. Nou, koning, wat gaat u nog meer tekenen met de tovertak? Tanks en een nieuwe kroon. Mag ik nog eens die tovertak? Ja, natuurlijk, meneer de koning. Hier is tovertak. Zo, dan ga ik nu de tanks tekenen. Komen de generaals al? Generaals! Generaals!
generaals, ik wil jullie iets heel bijzonders laten zien. Kijk, generaals, ik heb een bom getekend en met deze tovertak kan ik hem echt maken. 3, 2, 1. Hij doet het niet. Nee, hij doet het niet. Net deed hij het wel. Wat is dit nou? Waarom doet hij het niet? Nu de koning een gewoon takje had, vonden de generaals het maar raar. Volgens mij is de koning rijk geworden. Ja. Het werkt echt hoor, deze tovertak werkt echt. Ja, ja. Kom maar mee, dan kunnen we een pilletje halen om tot rust te komen. Oké. Kom maar met me. Het ging nog maar net goed. Fijn dat we de tovertak van de koning hebben afgepakt. Nu kan hij niks slechts meer toveren. Maar aan wie moeten we dan de tovertak geven? Huh? Ik zie daar een heel leuk gezin. Kom, we gaan kijken. Mama, mag ik naar de bioscoop straks? Anna, daar hebben we helaas geen geld voor. Mag ik een nieuwe Barbie poppen en haar? Sorry Roos, daar hebben we ook geen genoeg geld voor. Hey, kijk, daar loopt een zwerver. Mevrouw, heeft u misschien een kleinigheidje voor mij? Sorry meneer de zwerver, wij hebben zelf ook niet zoveel. Maar u mag wel even mee om uit te rusten. Wat bedoel je dat ik mee mag naar jullie huis? Kom maar mee. Kijk, dat gezin helpt de zwerver. Misschien moeten we hun het tovertak geven. Volgens mij gingen ze hier naar binnen. Laten we ze even in de gaten houden. Kijken wat er gebeurt. En zo ben ik dakloos geworden. Heel vervelend allemaal. Dat klinkt inderdaad heel vervelend. Wilt u misschien iets drinken? Ja, ik wil een kopje koffie. Dat heb ik al lang niet gehad. Hebben we misschien nog wat koffies gehad? Volgens mij niet. Wilt u misschien een glaasje water? Dat is ook gewoon goed, mevrouw. Oh, die mensen hebben geen eens geld voor koffie. Maar ze zijn wel heel erg lief. Ik weet het zeker, dit is het perfecte gezin om de tovertak te geven. Laten we naar binnen gaan. Kom maar binnen. Wetenschappers, wat komen jullie hier doen? Nou, jullie zijn zo lief. We hebben een verrassing voor jullie. Een verrassing? Een verrassing? We hebben een tovertak. Daarmee kunnen we tekeningen tot echt maken. Wat zullen we voor jullie tekenen? Doe maar een kopje koffie. Kopje koffie komt eraan. Een kopje koffie. Is die van mij? Oh, bedankt meneer de wetenschapper. Oh, wat een lekker kopje koffie. Oh, we zijn zo blij met deze tovertak. Dankjewel wetenschappers. Kom schat. Teken snel wat koffiebonen. Ja, en knuffels voor de kinderen. Yay! Dit was echt een goede keuze, collega's. Kom, laten we gaan. Ja, en teken ook gelijk een Ferrari voor me. De tovertak had nu een goede plek gekregen. En zo was iedereen weer blij. Nou ja, iedereen. Laat me los. Echt waar, die teken werd tot leven gewekt met de tovertak. Ik zweer het, ik ben niet gek. Nee. Het leven als een koning is heel zwaar. U krijgt straks nog een pilletje. En de zwerver, die ging er vandoor in zijn Ferrari. Ja. Het maken van deze tovertok. Dit moet ik aan de bord. Aan de... Maar aan wie moeten we dan de... Ja, en zo ben ik ook nog. Kom, we gaan. Oh. Je kunt nog een fluit. Ik ben blij dat we het lieve gezicht... Gezicht hebben gevonden. Oh, hey, bedankt voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. En goed nieuws, want er zijn nog meer kinderrechtenfilms. Dus bekijk ze snel hier op ons kanaal. Doei!